het leidt tot balverlies van FC Twente. Jendeni. Een van de controleurs op het middenveld. Probeert met een steekpaasje Jacobsen te bereiken, maar de aanval loopt in tweede instantie door. Bal als laatste geraakt door de Russin. Maar Twente houdt de bal binnen. Piëten. Lijkt volgens nog weinig sprake van bij de vrouwen van FC Twente. Van de Putten. Munsterman met wat vrijheid. Heuver. Van de Putten. Munsterman. Hij zou er iemand links voorin moeten staan, maar Pieter is behoorlijk naar binnen gekomen. Dan maar via een tussenstation alsnog Marloes Pieter bereikt. Minnaar. Inworp voor Rossianka. Mettern, Nick en Van de Putten. Hoeveel risico gaat Rossianka opnemen om hier met een doelpunt te kunnen vertrekken? Hebben zij vrede met 0-0? Denken ze dat ze het volgende week gaan af kunnen maken in de thuiswedstrijd in Krasnoyarsk? Christiane, de maakster van de enige goal tot nu toe. En ruimte voor Jacobsen. Sophia Jacobsen was al een aantal keren dichtbij, maar wordt nu gestuurd. Dicht in een derde van de Putten. Goed, frábær. En hierna sækja er upp hægri kantinn og það er Fanndís Friðriksdóttir. Það eru vel skipulegar. Það eru alveg hérna eru vel skipulegar í varnarleiknum. Og það þýðir að við þurfum að hérna gera hlutana hraðar, nota breiddina á vellinum reyna að hérna toch weer FC Twente. Dat hier goed de aansluiting verzorgt. Maarten Munsterman. En Lorca van de Putten, die is doorgelopen. Die krijgt dan ook de bal binnenkant bek aangespeeld. Van de Putten is links, maar doet dit met rechts. En zij beslist de wedstrijd. 0-2.